In Transvaal is het plan gepresenteerd voor de bouw van een afvalbrengstation aan de Uitenhagenstraat. Omwonenden waren uitgenodigd in het wijkcentrum Barrio aan de Kokstraat voor een toelichting op het finale ontwerp. Het gebouw van architect Wessel van Geffen is ontworpen met veel oog op duurzaamheid. Gemeente Den Haag heeft de prijsvraag uitgeschreven voor dit plan. En ze wilden een gebouw wat zoveel mogelijk past in de omgeving, maximaal zeg maar, de geluidhinder tegengaat, maar ook een zo duurzame mogelijke uitstraling krijgen. En wij hebben als aannemer iets met duurzaamheid en met daar hebben we ook een reputatie in. En we hebben ook alles uit de kast getrokken om hier echt een heel mooi duurzaam en weldoordacht gebouw neer te zetten. Voor de gevels worden er houten balken gebruikt en gerecyclede stalen platen uit de auto-industrie. Er komt een groen dak van waaruit regen kan worden opgevangen. Ook worden er zonnecollectoren geplaatst waarmee in de eigen behoefte kan worden voorzien. Het station is het eerste geheel overdekte in Nederland en vanwege de nabijheid van woningen zo ontworpen dat er geen sprake zal zijn van stank of geluidsoverlast. Nou, daar zijn natuurlijk eisen aangesteld. Er zal ook nooit door de gemeente Den Haag een vergunning worden afgegeven als dat niet helemaal afgedekt is. Maar we hebben dus een gebouw gemaakt wat wel degelijk dat geluid tegenhoudt. En daar worden hele uitgebreide berekeningen mee voor gemaakt. Die zijn er ook al gemaakt door de gemeente, maar die gaan wij nou nog eens een keer allemaal overdoen om op ons gebouw af te stemmen. En die berekeningen die gaan allemaal ingediend worden en die worden allemaal gecontroleerd voordat er ook maar een vergunning wordt afgegeven. De totale kosten van het project bedragen 6 miljoen euro. Het gebouw wordt mogelijk al in september opgeleverd.